Maar bent u nu een spion of bent u een soort suikeroom voor Limburgse en Nederlandse bedrijven die naar Amerika willen? Ik denk het laatste, als je het een suikeroom wilt noemen. Wij helpen inderdaad bedrijven uit Nederland, Vlaanderen en Scandinavië en ook uit Limburg uiteraard. Die overwegen een eigen vestiging in de Verenigde Staten te openen. En wij helpen bedrijven met informatie over Pennsylvania. En wij proberen bedrijven op een goede locatie in Pennsylvania neer te zetten. En we proberen ze bij zo goed mogelijk te helpen met informatie, met advies en met contact met relevante partijen. Ja. Maar meestal zie je toch dat zulke dingen vanuit ambassades worden gedaan of hele chique kantoren met allemaal Amerikanen. Nee, ik denk niet dat dat klopt. Je hebt weliswaar een aantal landen die via de ambassade een service aanbieden. Waar ze bedrijven helpen naar het betreffende land toe te komen. In het geval van Amerika hebben de staten, veel staten, een eigen netwerk, een eigen locaties in het buitenland. En dat hoeft helemaal niet op prestigieuze kantoren plaats te vinden. Dat zou alleen maar veel geld kosten voor de belastingbetaler. Ja, want nu u zit in een woonhuis. Een eenvoudig kantoor, waardoor we de kosten voor de belastingbetaler in Pennsylvania laag kunnen houden. Ja. Wat zijn uw grootste successen tot dusver? Nou, we hebben een aantal mooie bedrijven uit Nederland naar Pennsylvania kunnen helpen. Eén daarvan is Scheuten Solar. Dat is in een vergevorderd stadium met het bouwen van een fabriek dat silicium gaat produceren. Een joint venture met een lokale partij. Daarnaast is er een bedrijf uit Venray, Interlogistics, dat zijn sales office, American Sales Headquarters in Philadelphia heeft geopend. Dat is afgelopen september geweest. Waarom gaan die bedrijven dat niet op eigen kracht allemaal doen? Waarom hebben ze u nodig? Ze doen natuurlijk veel op eigen kracht. Hè. Op de eerste plaats hebben ze zelf hun producten en dienstverlening ontwikkeld en ook de markt van de Verenigde Staten al aangeboord. Dat doen ze op eigen kracht. En daarnaast, op een gegeven moment is er een moment dat je een locatiekeuze gaat maken omdat je een eigen vestiging wil hebben in de Verenigde Staten om meer controle te krijgen over je activiteiten. En dat doen ze nog altijd heel veel op eigen kracht. Hè. En uiteraard maken ze gebruik van een dienstverlening als de onze die gratis is. Waar ze op een makkelijke manier aan heel veel nuttige informatie kunnen komen. Ja, want is dat de truc? Dat u zeg maar heel veel dingen bespoedigt en makkelijker maakt voor die Nederlandse en Limburgse bedrijven? Dat is correct. We kunnen informatie verzamelen waar ze zelf heel veel tijd aan zouden moeten besteden. Als ze informatie over een visum willen hebben, kunnen we ze daarmee helpen. Als het gaat om het zoeken van geschikte kantoorpanden, advies over belasting, je contact met juristen. Dat zijn dingen die kan je in principe allemaal zelf al uitzoeken. En ook diverse staten naast elkaar leggen, dat kun je op zichzelf doen. Maar als je contact neemt met ons, dan wordt dat voor je gedaan. En dat is zeker voor het MKB, waar veel tijd wordt besteed in het verdienen van geld elke dag, is dat bijzonder nuttig. Maar we hebben toch allerlei organisaties in Nederland. De EVD, we hebben de Kamers van Koophandel, we hebben bijvoorbeeld LIOF in Limburg. Die hebben allemaal een eigen taak en ook een eigen rol. Wij zijn heel specifiek bezig met bedrijven te helpen naar Pennsylvania en daar ligt onze kracht. Wij kunnen heel veel informatie over Pennsylvania geven. En dat is uiteraard zou ik zeggen iets waar wij ons afscheid uit, anders zijn dan de andere lokale spelers hier. Ze hebben allemaal een eigen rol te spelen. Bent u niet zeg maar, we staan in Limburg, Limburgse werkgelegenheid naar Amerika te brengen? Nee, dat denk ik niet. Op een gegeven moment, als je sales hebt in de Verenigde Staten en je bereikt een punt dat misschien wel een derde of misschien zelfs meer van je business in de Verenigde Staten ligt, dan is het logisch dat je daar een sales team neerzet. En als je een technisch product of een technische dienstverlening aanbiedt, dan is het ook logisch dat je die dienstverlening ter plaatse ook aan de klanten kunt bieden. Dus dat is iets wat niet ten koste gaat van Limburg. Ik denk eerder een tegendeel, want de bedrijven kunnen daardoor groeien en voortbestaan op gezonde basis. En dus is ook de thuisbasis niet in gevaar.